De gemeente Kranendonk was op alles voorbereid. De politie was er en extra beveiliging bij de ingang van het dorpshuis. Via Facebook werden inwoners opgeroepen om herrie te komen schoppen, omdat ze het niet eens zijn met de komst van het asielzoekerscentrum in de voormalige Nassau-Dietz-kazerne. Ik denk dat de gemeente de bevolking van Kranendonk zich van de goede kant heeft laten zien. Kranendonkse bevolking is absoluut niet uit op geweld en het is een hechte samenleving. En ik denk dat demonstreren daar ook absoluut niet in thuis past in dat verhaal. Geen toeters en bellen dus, maar uiteindelijk een stil protest. De inwoners zijn boos op de gemeente, omdat ze hen niet op tijd heeft geïnformeerd over de komst van de asielzoekers. Ze mogen ook voor mij gerust hier blijven, maar waarom zoveel? Waarom had dat gewoon niet allemaal verdeeld kunnen worden in andere landen bijvoorbeeld? Waarom gaan andere landen daar niet mee eens? Waarom moet hier alles naar Nederland toe? Waarom moeten de 60.000, 70.000 asielzoekers op een jaarbasis naar Nederland komen? Een hoop vragen dus die de gemeente gisteravond alsnog wilde beantwoorden. Maar voor de inwoners is dat mosterd na de maaltijd. Want de eerste 300 asielzoekers wonen inmiddels op de kazerne. Maar ja, nogmaals, er zat een behoorlijke druk op. Landelijk is er een enorme instroom van asielzoekers. En ja, dat was voor ons ook aanleiding, die druk. En vanuit humanitaire overweging heeft het college toch besloten om zo snel mogelijk de Nassau-Dietz-kazerne vrij te geven voor hun komst. Ja, je komt ze gewoon tegen. En dat is toch even wennen voor een dorp als hier. Confronterend? Nee, confronterend niet. Maar het is wel een heel aanpassing in één keer. Aanpassen dus. En hoewel het halve dorp op zijn achterste benen staat, zijn er toch ook dorpsbewoners die er een stuk nuchterder in staan. Zeer zeker, is niks mis mee als ze maar controle erop houden. Hè. En als ze te veel blikjes weggooien, dat ze die dan zelf met een kruiwagen op moeten ruimen. Hè.